ik hoorde dat het onder andere hebben over, ja, het zou niet uit moeten maken wat je afkomst is, maar we hebben het misschien toch te weinig over wie het dan wel iets uit laat maken. Mm-hmm. En ik hoor nu ook Jerry Afrië zeggen, ja, het gaat dan over de achterstelling, maar wie doet dat achterstellen dan precies? En daar is het ook nog wel, daar ligt denk ik een taak voor het kabinet, er ligt ook zeker een taak voor de premier, richting zijn eigen partij, richting de politiek. Om zijn ministeries? Zijn ministeries, zeker, dat hebben we heel duidelijk gezien. Dat is niet een soort natuurkracht, maar dat zijn mensen die ervoor kiezen om bepaalde mensen wel een stageplek te geven en anderen niet. En die vaagheid over we moeten dit samen doen, ik denk dat dat ook voor die studenten wel meespeelt. Ja, nu willen we het ook wel zien. En ik zou eigenlijk nog wel heel graag deze reactie verdedigd willen zien in het parlement. En daar ook de strijd aangaan over, ja, dit betekent dus een mentaliteitsverandering die verder gaat dan we gaan samen een nieuwe bladzijde schrijven. En dat gaat ook een concrete einde aan het actief achterstellen van dit. Ja,